Als wij als stichtingsbestuur van de Groene Zwaan nu niet doen, kunnen we over 5 jaar het hele pand niet meer gebruiken. Als je kijkt naar boven, de kozijnen, de goten, de torentjes, de daklijsten. Alles is verrot en daarom zijn we nu deze crowdfunding gestart. Met een grote inzamelingsactie moet er geld komen om het pand te redden. De voormalige Lutherse kerk is sinds de jaren 70 in gebruik als cultureel centrum in de Rijp. De Groene Zwaan is de enige plek in het dorp voor optredens. Ze noemen het het Paradiso van de Polder. Het is ook een kerk, net als Paradiso. En de akoestiek is fantastisch. Dat betekent dat je hier alles kan doen. Klassiek, modern, lezingen, tentoonstellingen. Iedereen kan hier iets van zijn gading vinden. Het neusje van de zalm van de Nederlandse muziekwereld wist de Groene Zwaan al te vinden. En de Rijp zonder zwaan? Dat is ondenkbaar, vindt ook Maaike Bosma. Als zwaanliefhebber zetten zij de actie op poten om fondsen te werven. Dat dit een beetje mijn tweede thuis is, omdat het een unieke plek is. En het is zo sfeervol. Iedereen die hier een keer een mooie avond heeft meegemaakt, die weet het. Vanavond start een actiemaand met talloze activiteiten om geld op te halen voor de restauratie. In 40 dagen tijd moet er 10% van de benodigde 400.000 euro binnen zijn. 40.000 euro in 40 dagen. Dit deel omdat het aantoont dat er draagvlak is onder de bevolking, onder de liefhebbers van de Groene Zwaan. Het is gewoon een fijn theatertje. Zit bij je artiesten op schoot en vervolgens sta je daarna een biertje met ze te drinken en na te praten over de voorstelling. Hoe uniek is dat?